afdeling ontwerpen is een hele bijzondere afdeling, want wij maken ruimtelijke ontwerpen voor de stad. En we hebben niet alleen maar stedenbouwers, maar we hebben ook mensen die zich met verkeer bezighouden, met de landschap, openbare ruimte en de watermensen. Binnen de afdeling ontwerpen werken ongeveer 20 mensen. En elke discipline is een beetje gelijk verdeeld. Dus we hebben steeds 2 tot 3 mensen die met een discipline bezig zijn. Maar het leuke is dat wij nooit alleen aan een opgave werken, maar dat we dat altijd in samenwerking doen. Je ziet het overal in de stad. We zijn bijna overal bij betrokken. En projecten die nu spelen zijn het Koningsplein. Daar gaan we straks iets van laten zien. En Bodenkamp. En een project wat we dit jaar afgerond hebben is de Hengeloze Straat. En dat zijn mooie voorbeelden van wat het werk van ontwerp voor de stad oplevert. We zien hier het Koningsplein. Een ontwerp wat tot stand gekomen is met vele partners in de stad. Te denken aan een werkgroep verkeer, de FCE, het MST, mensen die er wonen in de stad. Dus we maken met vele partijen hebben dit plan gemaakt. Maar ook in huis werken we met vele disciplines aan. Met een waterdeskundige, met een verkeersdeskundige, een stedenbouwkundige. En ikzelf ben een landschapsontwerper. En dan hebben we ook nog mensen die het proces leiden met projectmanagers. Met z'n allen zijn we tot zover gekomen. En wat is dan het ontwerp van het Koningsplein? Als je nu naar buiten gaat, dan zie je dus vooral een verkeersruimte waar heel veel bewegingen doorheen gaan. Maar we willen in de toekomst kwaliteit toevoegen aan de stad. En dat betekent dat we naast de verkeersruimte ook verblijfsruimte maken. Wat je ziet is, dit is het ziekenhuis. En hier zit een hele grote luifel. Dit is de entree van het ziekenhuis. Dit is het casino. En je gaat dus van het ziekenhuis, kan je als voetganger straks zo over het plein richting het stadhuis. En je ziet hier nog een glazen huisje. Dat wordt een nieuw stijgpunt. Dat betekent dat je dus vanaf het plein straks van hier naar de garage, naar de -2 verdieping van de garage kan. En in dit gebouw zit Ten Hag. Dit noemen we de Zuidmolen. En hier zit Postmakelaars. Dus dit is de Beltstraat, dit is de Boulevard en dit is de Koningsstraat. En hier loop je richting het stadhuis en dan zie je dus een hele grote ruimte die vooral groen wordt. Groen omdat we denken dat er weinig groen in de stad is, dus daar komen ook vlinders, vogels en als je in het ziekenhuis uitkomt dat je denkt van hé, wat is het hier prettig om te zijn. Maar niet alleen als je het ziekenhuis uitkomt, ook als je door de stad rijdt, dan dat je denkt van hé, wat een prettige ruimte is hier, hier wil ik verblijven, mijn lunchje opeten of even op een bankje zitten. Ik wil graag iets vertellen over Bodenkamp. Het is een binnenstedelijke locatie, een voormalige fabrieksterrein, waar wij als gemeente Enschede heel graag nog kavels uit wilden geven, particuliere kavels. Het is eigenlijk een unieke plek nog in Enschede, de enige locatie in Enschede zo dicht bij het centrum, maar ook zo dicht bij de groene uitlopers van de stad, waar we nog woningen kunnen laten bouwen. Heel expliciet dus voor de kavelkoper, dus niet met projectontwikkelaars, maar gewoon met de geïnteresseerde burger die graag in Enschede wil wonen. Ik kan even uitleggen hoe het plan tot stand is gekomen. Wij hebben daarbij gekeken naar de omgeving. Roombeek, de bekende locatie in Enschede, waar natuurlijk veel particulier opdrachtgeverschap is gerealiseerd, ligt op een steenworp afstand. Kenmerkend daaraan is de buslijn met de groene parken daaraan gekoppeld. En die buslijn die moest een vervolg krijgen door de Bodenkamp, dus dat was een belangrijk aanknopingspunt. En wij hebben dan eigenlijk in dit concept ook gedacht, dan is het goed als daar een park ook in Bodenkamp nog komt. En daaromheen hebben wij de woningen gesitueerd. En dan is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken van hoe los je je verkeer op. De woningen, de bewoners hebben natuurlijk auto's. Waar kunnen de auto's dan staan? Passen die in de straten? Moeten we parkeeroplossingen voorschrijven bij de woningen? Kunnen we nog iets met bestaand groen wat al aanwezig is? Kunnen we dat inpassen in de plannen? En we zijn uiteindelijk gekomen tot een plan waarbij het bestaande bosje, wat al in de Bodenkamp past, dat is het uitgangspunt geweest voor het park. Daaraan komen de woningen met een referentie eigenlijk naar de Lonnekerspoorlaan in Roombeek. Dus vrij hoge woningen aaneengesloten. En in het gebied richting de Singel is er ruimte voor een ander type woningen. 2 onder 1 kap of vrijstaande woningen kunnen daar gebouwd worden, maar allemaal naar eigen inzicht. De Hengeloze Laan is een project waar wij jaren aan gewerkt hebben en dat nu
klaar is. Het is uitgevoerd en het is van tekening, van ontwerp, wat we hier gemaakt hebben, besproken met alle partijen. En het uiteindelijk door de beheerploeg overgenomen van de aanlegploeg. En nu ligt het er. Je ziet hoe het plan van schets tot werkelijkheid geworden is. En die werkelijkheid die is natuurlijk de ontsluiting van het kennispark. We hebben de westkant van Enschede een hele nieuwe ontsluiting gegeven in de vorm van een laan die eigenlijk over het kennispark loopt. Het verbindt de universiteit met het Business and Science Park en dat kan zorgen voor een ontwikkeling van de werkgelegenheid in Enschede. Daar hebben we hoge verwachtingen van. Dat hadden we al toen we begonnen te schetsen. En nu het aangelegd is, zie je ook dat het werkt. De werkgelegenheid is daar de laatste jaren toegenomen. Nieuwe bedrijven vestigen zich hier en het geeft een impuls aan de economie van de stad.